Hoi, Evita is 7 maart 2022 geboren. En in deze reeks filmpjes laten we jullie zien hoe Evita uitgroeit tot een mooie jonge dame. In ons filmpje Ontmoet baby alpaca Evita vertelt eigenares Samara over Amber en de geboorte van haar dochter Evita. Je kan het filmpje terugzien op het kanaal van de Alpaca Rescue. Vandaag is het erg warm en er is weinig wind. De alpaca's liggen gevloerd in het gras en zijn niet van plan al te veel te bewegen vandaag. Behalve Dana. Zij spoort de dames juist aan om op te gaan staan. Maar daar is niet iedereen even blij mee. Daar hebben we Evita. Ze loopt samen met Sora aan de rand van de camping van Alpaca Zeelandia. Sara is druk bezig om de hecht te snoeien en Joke wil haar daarbij gaan helpen. Dag Joke! Jasmin gaat nog eens even bij die andere struiken kijken of daar nog wat moet gebeuren. Nou, het ziet er eigenlijk best netjes uit. Niets meer aan doen. Ja, daar wordt gek van de vliegen. Die warmte, daar word je zo slaperig van. Hey, wat gebeurt er? De alpaca's lopen richting de vijver van Alpaca Zeelandia. Sora gaat nog even lekker met haar zij langs de struiken schurken. Dat lijkt Joke ook wel wat. In de vijver zitten meerkoeten met hun jong. Een aantal zwaluwtjes heeft de vijver ook ontdekt. Ze proberen met diverse duikvluchten lekkere hapjes uit de vijver te vissen. Aan de andere kant van de vijver loopt Shaki in de wei. Shaki heeft veel last van zijn pootjes. Soms gaat Shaki op zijn knieën van zijn voorpoten lopen wanneer het te veel pijn doet om rechtop te staan. Terwijl Ramon Shaki aan het filmen is, zijn de eenden van Alpaca Zeelandia wel erg nieuwsgierig geworden naar wat er allemaal gebeurt. Het wordt eens goed bekeken en het wordt natuurlijk van het nodige commentaar voorzien. Vind je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft.
Kijk voor meer leuke filmpjes over de alpaca's op dit kanaal van Alpaca Rescue. Bedankt voor het kijken. Doei!